Karel Kortland die vertelt dat hij 81 is. Ik zeg, hoe doe je dat dan? Ja. Nou, hij zegt nooit vlees eten. Nee, nooit vlees eten. En je voornemen wat? En je voornemen om niet dood te gaan. Ja? Ja. Want als je daarbij neerlegt, ja? Dat je doodgaat, ja? Dan heb je een heel ander vooruitzicht dan wanneer je zegt, ik ga niet dood. Ik heb dus nog een heel leven voor me, want ik ga niet dood. Ja. Nou, dat is toch heerlijk. Dan kun je vitaal bij blijven. Ik kan de wereld aan als je ongelooflijk niet doodgaat. Nou, ik denk dat het een goede boodschap is voor deze. Ja, dus voor iedere Hagenaar is dat aan te raden. Ja. Zich voor te nemen niet dood te gaan. Niet dood te gaan. Ja. En ik heb al een stuk of 10 mensen, vrienden van me, die zeggen, daar doen we aan mee. Ook wij gaan niet dood. Ja. Nou, dan heb je al een soort secte nu. Wat zeg je? Een soort secte opgericht. Nee, dat is geen secte. Nee, dat is gewoon een club van levensblije, levenslustige mensen. Ja. Die toekomst hebben. Ja. Die toekomst hebben. Als je denkt dat je doodgaat, heb je geen toekomst. Nee. Dan sta je al eigenlijk met 1 been in je graf. Ja. Hoe oud is je vader geworden? Nou, mijn vader is niet zo verschrikkelijk oud geworden. Die is 76 geworden. Oh. Ook aardig geweest. Ja. Maar ja, ben jij nu al 81. Maar hij heeft natuurlijk vroeger wel vlees gegeten. Ja. 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 Hij was van 1899. Zo. Ja. Ja. Oké, bedankt. Ik hoop dat onze lezers en onze kijkers daar hun voordeel aan nemen. Ja. Zou ik zeggen, ja. Gewoon een voordeel. Verder hoef je niks te doen. Je hoeft geen sportschool te... Ja, mijn vrouw die doet dus lekker sportschool. Ja, ja. Dus daar profiteer ik van. Zij sport voor jou. Zij sport voor mij. Maar gewoon voornemen om niet door te gaan. Dat houdt je fit en op